Welkom bij een nieuwe video! Dit keer gaan we een preview doen, want we hebben geen review, want er zijn amper games uitgekomen. Nou, mijn game waar ik eigenlijk al verheug in 2015 is Rainbow Six Siege. Weer een nieuwe serie in de Rainbow Six serie. En ja, voor mij is toch bijgebleven Rainbow Six 3 Raven Shield. Ik weet niet of je die kent. Ja, ja. Dat is toch op dit moment, is dat nog steeds mijn favoriete Rainbow Six die er is geweest. Weet je wat ik vind? Want ze komen nu met Siege. Ja. Dat is een vrij multiplayer-based game. Maar ze hadden een jaartje of twee geleden hadden ze een demo uitgebracht en op de E3 liet ze het zien van Rainbow Six Patriots. Ja, klopt ja. En die hebben ze gewoon helemaal geschrapt. Gewoon geschrapt. En die leek me dus juist heel vet. Maar gaat nu hebben we dus over Siege die wel uitkomt in 2015. Ja, laten we hopen dat hij nog uitkomt inderdaad, maar dat lijkt me wel. Maar ik vind het heel jammer dat ze niet verder zijn gegaan met Patriots. Ja, dat kan ik ook wel begrijpen inderdaad. Maar goed, Rainbow Six waar mij dus bij deze heel erg aanspreekt is gewoon weer lekker de ouderwetse terrorist hunt. Zoals die ook zat in Raven Shield eigenlijk, waar ik de beste terrorist hunt. Je had hem ook wel in Vegas 2, had je hem ook wel. Maar toch, dit is multiplayer based en het is nou niet dat de terrorists dat bots zijn, maar dat gewoon mensen zijn die ook gewoon achter de ja, zitten. Ja, je speelt geen terrorist hun, maar je speelt een soort van kansstrijk dat je mensen die gekidnapt worden of gegijzeld, die moet je zien te redden. En dat krijg je met middelen van nu. Ja, precies. En dan kun je dus ook, wat zo vet was aan de E3 trailer, was dat je zag hoe ze een muur opblaasden zodat ze een nieuwe pad hadden. Ja, of dat ze boven verdieping een stukje opblaasden zodat ze daar door het plafond konden naar beneden. En ja, de gebruik van bots en zo, weet je wel, van die microspinnetjes onder de camera's, onder de deuren door en dat soort dingen. Want deze game wordt heel strategisch. Misschien wel een van de meest strategische shooters afgelopen tijd. Counter-Strike die doet dat wel. Ook? Ja, ook het is minder team-based zoals wat Rainbow Six is. Ja, Rainbow Six is nog weer een stap verder. Ja. Althans, in Siege. En ja, dat maakt het wel heel erg interessant natuurlijk, waarom die zo goed is. We hebben nu alleen nog maar een villa gezien, een huis. En daar zag je dus hoe ze dat allemaal fixen en de muren en dat allemaal. Ja. Dat ze muren opblazen met helikopter en naar binnen klimmen via het raam. Het was heel vet, maar vanuit de ogen van terroristen is het echt. Je bent gewoon eigenlijk bezig met van oké, waar komen ze, wanneer komen ze, waar komen ze vandaan? Ja. Je bent constant daarmee bezig en ik ben benieuwd als ze ook andersom gaan doen. Ja, dat zou natuurlijk ook heel goed kunnen inderdaad. Het zou wel grappig zijn, maar dan denk ik dat het de rol een beetje omdraait van, want eigenlijk als terrorist hunten ben je meer eigenlijk bezig om die terroristen te kapot te maken, zeg maar, en de gijzelaarveiligheid te stellen bijvoorbeeld. En als je dat andersom zou doen, dan zou dat de rollen eigenlijk omdraaien. Dus aan de ene kant denk ik niet dat ze dat doen. Het zou wel vet zijn dat je ook als terrorist bijvoorbeeld een VIP, die wordt beschermd door de Rainbow Six Team. Dat kan natuurlijk ook. En dat jij dan als terrorist gewoon moet ervoor zorgen dat jij die VIP ontvoert. Ja, of een x-aantal cash ofzo. En ja. Hoe minder casualties, hoe meer geld je krijgt. Ja, dus inderdaad een slim idee. Dat doet me dan ook wel weer aardig denken aan PD. Want met PD heb je een soort van, kun je een missie starten en dan begint het van, oké, je bent daar. En op een gegeven moment dan laat hij een missie verder. En dan is het nog steeds met dezelfde karakters en het past zeg maar bij die vorige heist dat je hebt gehad. Ja, en als je dat zou kunnen doen, bijvoorbeeld je begint met de terroristen die een VIP moeten ontvoeren. En dan de missie daarna dan dat je als hoe heet het, als SWAT zeg maar, dat huis moet binnenvallen, waar ze dus die VIP gevangen houden zeg maar. Ja, bijvoorbeeld. Dat zou ook wel hartstikke leuk zijn. Dat idee, dus ik ben wel benieuwd, als ze dat gaan doen, want als alleen maar constant, de terroristen moeten alleen maar constant dingetjes een beetje bouwen en verdedigen, dan krijg je al heel snel saai gameplay. Dan is het wel leuk voor een paar keer, maar op een gegeven moment wordt het wel saai. Dus ik ben benieuwd als dat het gaat worden of niet. Rainbow Six heeft nog geen release date volgens mij. Nee, volgens mij nog niet. Dus, en als die al released is, komt hij nu in beeld te staan. Maar waarschijnlijk is dat ergens derde of vierde kwartaal van 2015. Yes.